zou ze hier wel zo'n bolletjeslijst in kunnen laten vullen. Ja. Op dit punt. We zijn al helemaal hier doorgelopen. Dit hebben we nu gelopen dan. Nou, we staan nu hier. Ja. We gaan terug zo naar hier toe. Dan pakken we hier een stukje bos en lopen zo terug. Ja, dat is goed. Ja? Ja. We zijn vandaag de voorbereidingen treffen voor onze Jane Jacobs en Jan Geel walk. Op vrijdag 7 april in Amersfoort. We gaan rond een uur of twee gaan we starten. We zijn nu alvast de proefwandeling aan het lopen. En eigenlijk hopen we dat jij erbij bent. Dus mocht je interesse hebben, meld je even aan via info@wijkadvies.nl. En dan zien we je dolgraag vrijdag 7 april in Amersfoort. Nou, dat is denk ik een hele mooie vraag, Wolf. Want jij bent onze stedenbouwkundige die meeloopt bij de Jane Jacobs en Jan Geel walk. Wat heb jij zo al gezien tijdens deze wandeling? Dan gaan we nog niet te veel verklappen voor de mensen die mee gaan lopen. Maar kan je kort aangeven wat jou een beetje is opgevallen? Wat mij opvalt is dat het een enorm diverse wijk is. Mm-hmm. Hij is wel in één periode gebouwd, maar inmiddels zie je dat hij aan het transformeren is naar een nieuwe tijd. Mm-hmm. Dat er die diversiteit die hier nu is, die bouwen we niet meer. Die vind je ook niet meer terug in heel veel wijken. Dus je krijgt bij uitstek een menging van bevolkingsgroepen. Je ziet ook heel veel ondernemers, dat valt me op. Het is een ontzettend ondernemende wijk met zowel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond die winkeltjes hebben, maar ook de fietswinkel, flink wat supermarkten. Mm-hmm. Dus er is ruimte hier om te ondernemen, dus dat is heel goed voor een wijk. Dus in die zin, in het kader van leefbaarheid, denk ik dat er hier heel veel mooie voorbeelden zijn.